En hun onderwerpen zijn anders dan die van mij. Ik heb ook nooit een vriendin gehad. Omdat mijn communicatieve vaardigheden eigenlijk niet ontwikkeld zijn geraakt. Je moet eens denken, ik ben niet echt beschermd opgevoed. Maar het is wel raar als je kijkt als kind van 5 jaar naar de gezinsfoto's, dat je 2 witte mensen ziet. Dan sta jij op de voorgrond en je weet dan al dat er iets niet klopt. En dat knaagt aan je. En toen ik 8 jaar werd, vertelde mijn moeder de waarheid. Dat ze me gehaald had in Zuid-Afrika. Ik heb ook op internet naar het kinderthuis gezocht. En ik vond de ervaringen van andere mensen, waarvan een paar ook in Europa zijn, dat kinderen met AIDS, die wou niemand hebben. Die zijn ook allemaal dood. Die hadden kunnen geholpen worden met medicatie. Maar ik heb contact gezocht met een jongen van ongeveer mijn leeftijd. Die ook uit de kinderthuis kwam daar in de buurt. Want er waren echt heel veel van die opvanghuizen. Heel veel mannen nemen niet de verantwoordelijkheid als ze daar een vrouw, vooral een hele jonge vrouw, hebben zwanger gemaakt. Het is een bewijs van hun mannelijkheid en verder stoort het hun niet. En hij wist ook niet wie zijn ouders waren. En ik kon een tijdje goed lang met hem praten en toen hoorde ik niks meer. Na de hand hoorde ik via Facebook dat hij zelfmoord had gepleegd. Niet weten waar je van afstamt, wat eigenlijk je basis is, je fundament, zorgt dat je heel wankel staat, letterlijk en figuurlijk in het leven. En bij hem was een lichte duw, was de oorzaak dat hij zijn leven benam. Het is geen ook homofiele gevoelens te hebben, waar ik zelf niks van gemerkt heb. Maar ja, veel mensen wijzen af als iemand anders is als hun willen. Ook al heeft niemand last van 2 man of 2 vrouwen die op een slaapkamer vrijen met elkaar. Maar toch wordt er een probleem van gemaakt. En problemen maken, dat doen veel mensen. Ze zouden makkelijk kunnen leven, maar ze vinden het fijn om problemen te creëren. Omdat ze zich dan beter kunnen voelen als jou. Ik heb me voorgenomen mijn hele verhaal te vertellen. Omdat ik hoop dat mensen die ook worstelen met hun eigenheid, dat die misschien hier iets uit kunnen halen. Voor mezelf heb ik geen oplossing, maar misschien kan ik wel een andere de weg tot een oplossing aanreiken, waarbij acceptatie voorop staat.